Ik ben een sporter altijd geweest, nog steeds. Ik heb gefietst, ik heb hard gelopen. Ik ben zwemmen geweest, skiën geweest. En de laatste 12 jaar ben ik verslaafd geraakt aan het speeltje golf. Tijdens de golf op Naar de Bos heb ik Dennis van der Zijde ontmoet. Nou, de meeste van jullie kennen Dennis wel. Dennis is een jongen die heel gemotiveerd was. Ondanks dat hij heel ziek was, altijd weer gemotiveerd. En hij zei altijd, een grens is pas een grens als je niet verder kunt. En die motivatie van iemand, dat heeft mij gemotiveerd om ook daar iets voor te doen. Vandaar dat ik besloten heb om een flight aan te bieden hier op de International. Die op de veiling verkocht gaat worden. Het geld is natuurlijk voor het goede doel. Dus ik hoop dat u er veel geld voor biedt. De International is een baan die 4 jaar terug geopend is. En ja, het is een businessbaan. Echt een supermooie baan. 18 holes onder de rook van Amsterdam. En als je mazzel hebt, of sommigen zeggen wel eens de pech, dan komen er vliegtuigen over. En als je in de middag hier speelt en dan komt zo'n Airbus 380 over. Een waanzinnig mooi gezicht. En als je dat een keer meemaakt, is het gewoon echt fantastisch. Het zijn maar 2 holes die er last van hebben. Dus voor de rest is het een prachtige baan. Heerlijk spelen. Hele moeilijke greens. Echt voor iedereen de moeite waard om hier een keer te kunnen en te mogen spelen. Gezelligheid, ik ken de baan, ik kan de mensen advies geven. En ja, dat gaan de mensen ervaren als ze een dagje met me meegaan. Dus wij bieden namens Heineken, dat is mijn werkgever, bied ik voor de veiling aan een flight voor 3 personen te spelen op de International. En na afloop van de 18 holes gaan we hier gezellig aan de bar of straks op het terras als het mooi weer is een mooi glas Heineken drinken. Ik zou zeggen, bied en geniet voor een flight van 3 personen op de International in Amsterdam.